Wat is het toch een prachtige avond. Ik denk dat ik maar even een avondwandeling ga maken. Ah, fucking creeper. Weet je, Minecraft is best wel een leuk spelletje. Ik bedoel, je kan rondreizen, blokken breken en ja, van alles en nog wat doen. Maar als je in de nacht rondloopt, dan kom je opeens een aantal monsters tegen. En ik heb al eens een keertje een theorie gedaan over de creeper, één van de monsters uit Minecraft. Maar ik bedenk me nu toch echt wel eventjes één grote vraag. Waar komen de monsters vandaan? We lijken allemaal heel leuk te accepteren dat er monsters er zijn. Maar waarom zijn de monsters hier? Waarom bestaan ze? Dat is iets wat we ons blijkbaar niet afvragen. En dan vraag ik me ook af, wat voor rol speelt ons karakter nou bij? En dat gaan we vandaag uitzoeken, want ik wil het nu wel even weten hoor. Ik wil graag dat je even bedenkt, wat voor wereld is de Minecraft-wereld nou even in realisme? Het gaat over jou als een speler die in de wildernis wil overleven. Nou, dat kan wel, ook in het echte leven. En je gaat natuurlijk alle resources halen om te kunnen overleven. Een dak boven je hoofd, een vuurtje om je warm te houden, eten om te eten. Maar uiteindelijk vind je ook, als je zeg maar in de nacht rondloopt, al deze monsters. Zou het soms kunnen dat wij in een apocalypse zitten? Ik bedoel, het lijkt me best wel logisch, want zeg maar, er zijn zombies en skeletons, dat zijn dus de ondoden. En dan hebben we ook nog deze vreemde gevallen van creepers en endermans. Dat ziet er best wel iets uit wat zou gebeuren aan het eind van de wereld. Oké, dus stel dat ons karakter in een apocalypse leeft en dat hij naar de wildernis is gegaan om een nieuw leven op te bouwen en zich te proberen te beschermen van al deze monsters. Hoe kunnen we aantonen dat dit ook echt is? Hoe kunnen we aantonen dat society, de gemeenschap, heeft gevallen? Nou, over het hele spel heen kun je villages vinden. Deze dorpen met dorpelingen erin. En dit lijken me niet echt de meest moderne dorpen. Dit lijken me echt wel heel erg simpele dorpen die in elkaar zijn gezet met wat eten en zo. Zodat ze zich misschien kunnen beschermen tegen de monsters in de nacht. De reden dat ons karakter in de wildernis is, is dus omdat hij vlucht voor de apocalypse. En deze villages die je ziet, deze dorpen en alle villages in de dorpen, die proberen ook weg te komen van de zombies en de creepers en de endermans en alle monsters in deze hele wereld die zijn ontstaan na de apocalypse. Als dit scenario klopt, dan vraag ik me wel één dingetje af. Eigenlijk meerdere dingen, maar ik ga er nu even één bespreken en dat is dit in de tegenwoordige tijd? Gebeurt dit hele scenario in onze tijd van nu? Nou, ja, op een manier wel. In je Minecraft-avontuur ga je heel erg veel minen. Het zit letterlijk in de titel van Minecraft zelf. En als je mint, dan kan je ores tegenkomen. En één bepaalde oor is best wel interessant. En dat is redstone. Met redstone kan je veel dingen doen. Zoals machines maken en zelfs lampen. Redstone is een soort elektriciteit. Dus dat betekent dat als wij al de kracht hebben om elektrische apparaten te maken. Zoals lampen en zo. Dan betekent dat wij wel de kennis hebben om dat te doen. Dat betekent dat we het eerder hebben gedaan in een gemeenschap. Maar dan hebben we nog steeds de vraag, waarom zijn deze monsters hier? Nou, er zijn wel eens apocalypse verhalen geweest, waarbij de god van de wereld waar een apocalypse is, teleurgesteld is in zijn mensen. En waarbij hij, voordat hij de aarde vernietigt en opnieuw gaat schapen, eerst de mensen op die wereld van hem wil straffen door ze een apocalypse te sturen.
Zou het dus kunnen dat dat ook het geval is in Minecraft? Dat er een god is in Minecraft die vindt dat de gemeenschap nu op de Minecraft-wereld zich niet goed heeft gedragen en dat hij nu een apocalypse heeft gestuurd vol zombies, creepers, reuzenspingen en al dat soort dingen. Als dat zo is, dan moeten we weten wie is die god. Nou, ik denk dat ik dat wel weet. De god die deze apocalypse heeft veroorzaakt is de Ender Dragon. In Minecraft is de Nether de hel. Dat is een feit. De Nether is in Minecraft de hel. Maar dat betekent dat er ook een hemel moet zijn. Nou, de End was vroeger, toen het nog in productie was, Minecraft nog zeg maar in de eerste beta-versie zoals de hele begin, was het eerst getiteld Sky City. Dus dat betekent dat dit misschien een hemel zou moeten voorstellen. En toen is het later veranderd naar de End. Betekent dit dat de Nether de hemel, de hel is en de End nu de hemel? Je vraagt je misschien af, maar waarom zitten er dan heel veel Endermans in de End? Nou, wat dacht je als de Enderman nou een soort engel is? Een engel die jou moet stoppen. Want wat doe jij als speler door het spel heen? Jij verzamelt materialen om je voor te bereiden om naar de End te gaan. Je probeert enderpearls te vinden, je probeert de blazerot te vinden, je probeert jezelf te versterken, zodat je naar de End kan gaan om de Ender Dragon te verslaan. Toch? Deze Enderman proberen jou misschien te stoppen door naar de aarde te gaan en houden je in de gaten. En ze gaan niet meteen met jou vechten, omdat zeg maar ze daar niet de mogelijkheid toe hebben, want engelen horen niet te vechten. Maar zodra jij ze begint aan te vallen of in hun ogen kijkt, dan komen ze in actie. Dan gaan ze je aanvallen, omdat ze weten, zodra ze mijn enderpearl krijgen, dan kan hij naar de End om God te verslaan. En waarom zou je de Ender Dragon, a.k.a. de Minecraft God, willen verslaan? Nou, hij heeft een apocalypse over het land heen gegooid. Hij heeft de zombies gecreëerd en de creepers die elke nacht chaos creëren over de landen, over de wereld van Minecraft. Jij, als misschien de overlever, probeert dus een manier te verzinnen om de Ender Dragon te stoppen, om de apocalypse kapot te maken, om te zorgen dat hij stopt. Alleen je faalt, want ook al versla je de Ender Dragon, de zombies en de creepers die blijven nog steeds. Ook al versla je de Ender Dragon, de monsters, de zombies blijven nog steeds op de aarde. En het enige wat je krijgt is een Ender Egg. Nou, ik heb ook wel eens gezien dat er een of ander hoofd van de Ender Dragon is. Ik heb me daar nog niet in verdiept, maar ik neem aan dat je dat ook krijgt als je die Ender Dragon verslaat. Maar over het algemeen krijg je ook een Ender Egg. Nou, wat je hiermee kan doen is het meenemen naar huis. Maar het ding is, de Ender Dragon leeft nog steeds in dat ei. De Ender Dragon kan niet letterlijk uit het ei worden gehaald. Maar als we realistisch kijken, zit er een baby Ender Dragon in dat ei. En dat betekent dat zolang de dragon nooit echt volledig is verslagen, kan de apocalypse ook niet stoppen. En dat is logisch, want God is een iets wat niet kan worden verslagen. God is niet te vermoorden. Dat kan gewoon niet, want een god die is gewoon onverslaanbaar. Dus dat is de theorie van vandaag. Dus, vonden jullie deze video leuk? Geef dan een like. Abonneer zou ook wel leuk zijn. En laat achter in de comments wat je van deze theorie vindt. Vertel ook in de comments ideeën voor een volgende theorie. En onthoud, ik wacht nog steeds op wat meer ideeën voor een theorie special. Voor de 100 abonnees theorie special. Dus denk daar ook meteen over na. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Bye bye.